Ik ben Annabel Ochel en ik ben dit jaar voorzitter van Laga's Jeugdrekampcommissie. Dus ik heb dit jaar met 5 andere mensen het jeugdrekamp georganiseerd. Wij organiseren dit zomerkamp omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen op jonge leeftijd al kennis maken met de roeisport. En we willen ze eigenlijk enthousiast maken om in hun studententijd ook te komen roeien. En wij denken dat het heel leuk is en heel goed is als kinderen op jonge leeftijd er al mee beginnen. En bovendien vinden we het zelf ontzettend leuk. Ik denk dat het zeker voor kinderen heel belangrijk is om lekker te blijven sporten, lekker buiten spelen. En wat dat betreft is roeien ideaal, want het is lekker buiten, op het water. En het mooie is dat je in een boot stapt en wegvaart en dan heb je toch alleen maar die boot in het water. En dan kan je gewoon eigenlijk aan niks anders meer denken. En dan ben je een uur lang, anderhalf uur lang, zit je gewoon in die boot en dan ben je aan het roeien. En vaak merk je dan dat als die kinderen weer terugkomen, dat ze het eigenlijk heel leuk hebben gehad. Dat ze toch zo bezig waren met weinig andere afleidingen, dat ze toch helemaal zich hebben vermaakt. En heel blij zijn. Bezig zijn is gewoon heerlijk. Je leert heel veel mensen kennen. Het roeien is echt geweldig. Bewegen is heerlijk. Je zit gewoon niet stil. Je doet heel veel leuke activiteiten. Je kan buiten ook heel veel spelen met vrienden. En dan leer je ook weer mensen kennen. En dan maak je weer vrienden. En dat is dan altijd heel gezellig. Want dan ben je echt nooit alleen als je buiten bent. Of als je op een kamp bent. Ik vind het echt super leuk. En ik vind het zo leuk dat ik hier al voor de 3e keer ben. En dat ik mijn zusje heb meegevraagd. Ik vind het ook heel leuk. Want je doet leuke activiteiten. En je zit niet stil. Dus ik ben heel blij dat mijn zus mee heeft meegenomen. Ik heb zelf het roeien altijd echt heel erg leuk gevonden. En dat kwam ook voor een heel groot deel door de mensen die mij hebben leren roeien. Mijn coaches bij mijn jeugdvereniging, maar ook de mensen op dit jeugdroeikamp. Want ik ben zelf een aantal keer als kind mee geweest en ik vond dat zo ontzettend leuk. Dat ik eigenlijk gewoon ieder jaar weer terug wilde komen. En toen ik zelf bij Laga ging, dacht ik, nou, dit ga ik ook doen. Want ik vond het zelf zo leuk dat ik gewoon de nieuwe generatie ditzelfde plezier wil geven.